Goedemorgen, welkom bij volgende oefeningssetsel. Vandaag gaan we focussen hoofdzakelijk op je maagspieren. Ons om proberen om sixpack zo vinnig als moeilijk uit te krijgen. Die eerste oefening wat we vandaag gaan demonstreren gaan een reverse curl wees met die een been. Hij gaat als volgt werken, ons een been gaan boven die knie wees in die positie, linkervoet op die grond. Probeer je nek en schouders op te hou so die maag lekker contract is. Vandaar of handen langs die saai, als je een beetje makkelijk wil maken en je altijd die handen onder die boude sit. Vandaar of lekker hoog op in die boude, laag af, hoog op, laag af. Jullie kan gaan vir my demonstreren. Ons gaan sommer so 5 repetities elke kant doen. By die huis kan hulle 3 stelle van 20 repetities doen. Ok, net lekker hoog op, tel die boude elke keer net lekker hoog op as hulle opkom. Asai, hou die nek en skouwers lekker op die hele tijd, maag lekker contract, het lyk goed, maag lekker stijf. Nog een keer, asai, ok, aan die kant. Tel die boude lekker hoog op elke keer, maag lekker stijf. Zoek so ze bij de huis kunnen 3 stellen van 20 repetities doen. Ons zijn zo'n beetje minder demonstreren vandaag hier zo. Zij, het lijkt wel goed jullie. Kijk, die volgende enige wat we gaan doen, gaan we weer een reverse curl doen. Al twee voeten gaan iedere keer op je grond wees. Hij gaan als volg werk. In die positie, al twee voeten op je grond. Bouw er lekker hoog op, laag af. Focus weer eens om je nek en schouders lekker op te houden. Hoog op en die bouwde, laag af. Jullie gaan weer voor mij zo demonstreren met zo'n 6 repetities bij de ijs. Weer eens zo'n 3 stellen van 20 repetities. Kijk, lekker hoog op en die bouwde elke keer. Op en die bouwde, af, voeten raak die grond, maak zeker die grond. Zij, lekker laag af, voeten raak elke keer die grond. Zij, lekker goed, jullie maag lekker stijf, hou die nek en schouders op. Het lijkt goed. Zij, jullie kan maar relax, baie mooi, baie mooi. Oké, jullie, die volgende oefening, ons gaan weer eens nog een maagvulling doen. Hij gaan ons volgwerk, gaan een crunch wees, gaan demonstreren waar hij die benen gaan raguit op wees. In die positie, benen lekker raguit, so raguit is moeilijk. Probeer om je twinnen te raak, lekker laag af, hoog op, probeer om twinnen elke keer te raak, laag af. Hij gaan hoofdzakelijk werk op die boonste gedeelte van die maagspieren. Oké, jullie gaan afgaan, een beetje gaan lewe. Ons gaan weer eens net maak vir so 6 repetities. Bij die huis gaan ons 3 stellen van 20 repetities doen. Ik heb je recht het op, als jy al die pad op, probeer om je twinnen te raak elke keer, laag af. Indien jy wel sukkel om die oefening te doen, kan je altijd die benen net so klein bykie buig in die positie en voor en toe gaan. Zij, het is altijd moeilijk om al die pad op te komen als jy benen recht het is, het lijkt goed jylle. Oké, jylle kan maar relax, baie mooi. Die volgende ene gaan ons bykie makkelijker maak, het gaan weer eens een krans wees, ons benen gaan 90 graden gebuig wees in die positie. Geef jylle wijs hoe werk hy, vandaar so af. Al die pad op, al die pad af. Net een gewone krans, stadig op, stadig af. Focus om je maagspieren lekker te contracten in die positie. Jullie kan weer van mij beginnen. Ons gaan weer zo'n 6 repetities doen. Bij die huis gaan ons 3 stellen van 20 repetities doen. Oké, jullie kan beginnen. Handen zo'n boven die boors, al die pad op. Maag lekker stijf, hoog op, stadig af. Zij, lekker baie goed. Het belangrijkste gedeelte is altijd om zeker te maken, je maag is lekker stijf terwijl ons maagvullingen doen. Het lijkt baie goed jullie. Zij jullie kan maar relax. Baie dank jullie. Voor meer inlichting of advies volg me alsjeblieft op JBody Fitness op Facebook. Baie dankie.